Na enkele woelige dagen in Nikeri schijnt de rust in Zuid-Drenthe te zijn teruggekeerd. Het reisdistrict werd maandagavond opgeschrikt door de komst van ruim 370 Cubanen die de oversteek willen doen naar Guyana, met als bestemming de Verenigde Staten van Amerika. De aanwezigheid van de Cubanen zorgde voor enige beroering in het district, vooral omdat ze weigerden om behoorlijk te communiceren met de autoriteiten. Daarnaast zetten ze kampen op, kookten voedsel op de grond en deden hun behoeften gewoon langs de weg. Ze weigerden voedsel aan te nemen en eisten slechts de oversteek naar Guyana te willen maken. Met behulp van het Nationaal Coördinatiecentrum en CCR is het de districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobberden, gisteren eindelijk gelukt om de mensen te overtuigen om voeding aan te nemen. Ik heb ook via de media een oproep vernomen, maar ook dat de minister van Buitenlandse Zaken ermee bezig is op zijn niveau en de president op zijn niveau om ervoor te zorgen dat de mensen, wat er dus met de groep zal gebeuren. Want ze hebben hier gewoond, ik denk 2 jaren, 1,5 jaar of zo. En ze hebben hier gewoond en gewerkt al die tijd. En zo plotseling willen ze wegtrekken naar Amerika, legaal of illegaal, weet ik niet. En de grenzen zijn gesloten, dus het is een beetje vervelend, het is een moeilijke situatie. Maar in ieder geval, het antwoord moet komen vanuit de regering. Nadat onze nieuwsdienst de toegang tot het terrein in eerste instantie was geweigerd, lukte het na lang onderhandelen om toch toegang te krijgen tot de plek. We spraken zowel een Cubaan als de Surinamer Mohamed Abdulrahman, die ook in de groep zit. Uno no un problema tot Amerika. Ja. Maar a grens ja zo srot ook ba om corona. Ja, me sabe, maar trap sino de money no de oso no de next no de this na one o si. Wala nga yu bentang ja zo. One jari na si Simon. Ik heb niets tegenover de politiek. Ik ga u eerlijk zeggen, ik voel me op dit moment verschrikkelijk eng, hoe ik mijn huur niet eens kan betalen. Ik kan geen eten kopen. Ik als Surinamer, kijk hoe jong ik ben. Ik kan niet eens eten kopen voor mijn familie, met mijn gezin. Met mijn vrouw, ze is een Cubaanse. Ik kan niet uitkomen met een 2000 SRD of een 1500 of een 2500. Het geld is maar $100. Het is maar $100. En ieder die in Suriname is, moet zijn stem een beetje uitbrengen, alsjeblieft. Breng je stem uit. We leven in een democratisch land, alsjeblieft. Alsjeblieft. Laten jullie je stem horen, alsjeblieft. Kijk u naar dit. Het kan ons ook overkomen. Het kan ons Surinamers ook overkomen. Kijk waar naartoe de koers gaat. De Surinamer Mohamed Abdulrahman, die samen met de honderden Cubanen de oversteek wil doen naar Guyana, in de hoop de Verenigde Staten te bereiken.